Leuk dat je kijkt. Ik wilde heel graag deze tekening van mij met jullie delen. En die gaat over hoe zoogdieren hun omgeving ervaren, hoe ze zich aanpassen en overleven. En zoals je kan zien, zintuigelijke waarnemingen die worden gedetecteerd door het zenuwstelsel. En de hersenen spelen een hele belangrijke rol. En iedere keer wanneer er actie nodig is, en dit kan zijn omdat er iets is wat het welzijn van het dier kan verbeteren. Maar het kan ook zijn dat er iets is en dat er actie nodig is, omdat iets het welzijn van het dier bedreigt. Hoe dan ook, wanneer er actie nodig is, dan vinden er emotionele reacties plaats. En dat zijn complexe neurologische netwerken binnenin de hersenen. En wanneer die reacties plaatsvinden, dan komt er ook altijd een vorm van stress vrij. Je kunt het ook wel emotionele opwinding noemen. Dat is die rode golf die je ziet gaan onderaan de tekening. En op dat moment gaat het dier reageren, maakt zich klaar voor die actie. En die reactie die vindt zowel plaats lichamelijk als mentaal, maar ook via gedrag. En heel vaak zie je dan ook een expressieve verandering in het gedrag van het dier wanneer die emotionele reacties plaatsvinden. En uiteindelijk past het dier zich aan met als doel overleven. En deze hele cirkel van pijlen, die hele pijlendans, die dient allemaal de individuele welzijnsbehoeftes van het dier. En die probeert de individuele welzijnsbalans te waarborgen. En dat is dus een balans, hè? Goed welzijn voor een dier, goed kunnen functioneren. Want continu worden dieren blootgesteld aan uitdagingen. En ik had de behoefte om deze tekening te delen, vooral om wat meer bewustwording te creëren. Want heel vaak zijn mensen, zeker als het om honden gaat en als we over honden praten en boodschappen die je over honden ziet of leest, heel vaak ligt de focus heel erg op dat stukje leerervaringen. En leerervaringen vinden zeker plaats en die zijn ook absoluut van invloed. Maar, zoals je kunt zien in deze tekening, gaat er vaak, eigenlijk altijd wel, aanzienlijk meer schuil achter het zichtbare gedrag wat je ziet. En zoals je kan zien, vinden er eigenlijk altijd ook emotionele reacties plaats. En is zo'n dier ook bezig met overleven binnen de omstandigheden waarin die zich bevindt. En hoe een dier reageert, dat zal totaal afhangen van het individu, de situatie waar het dier zich op dat moment in bevindt en de individuele welzijnsbehoeftes van het dier op dat moment. En ik adviseer mensen dan ook heel vaak om even te stoppen met denken in termen als belonen en straffen. Gewenst of ongewenst, of goed of fout of verkeerd. Dat zijn namelijk menselijke oordelen. En dat komt vanuit de menselijke belevingswereld. Maar de kans is heel erg klein dat jouw hond bezig is met wat in jouw ogen gewenst of ongewenst is, of goed of fout is. Nee, die hond is hoogstwaarschijnlijk bezig met ervaren, aanpassen, overleven. Vanuit de eigen behoeftes. Dus in plaats van heel erg te denken in goed en fout en belonen en straffen en ik ben bezig om dit gedrag te manipuleren naar mijn eigen wens, vraag ik mensen altijd om stil te staan bij wat ervaart die hond nou eigenlijk op die momenten en wat zijn de behoeftes van die hond. Uiteindelijk leert jouw hond namelijk niet wat jij goed of fout vindt. Hij leert niet wat jij gewenst of ongewenst vindt. Hij weet niet dat iets niet mag, dat iets wel of niet mag. Dat is niet hoe de hond bezig is. Die hond is dus eerder bezig met gewoon overleven binnen de omstandigheden waarin hij zich bevindt. En dit speelt dus ook als je kijkt naar het voorbeeld wat je in deze afbeelding ziet. Hè? Die man die met zijn koekje gehurkt voor een herder zit die een beetje op een gekke manier is gaan zitten. Ook op dat moment
is die hond niet bezig met, goh, wat zal die man een goed idee vinden? Wat is voor die man gewenst? Laat ik gedrag laten zien wat die man goed vindt? Daar is die hond niet mee bezig. Die hond, die laat dat gedrag zien omdat hij zichzelf aan het voorzien is in behoeftes. En die behoeftes kunnen verschillend zijn. Het kan bijvoorbeeld zijn de behoefte aan sociale interacties. Of de behoefte aan mentale uitdaging of fysieke uitdaging. Er kan ook honger spelen omdat er een koekje voor de neus gehouden wordt. Maar het kan ook gewoon gaan om plezier. Er kunnen dus verschillende redenen zijn waarom die hond dat gedrag laat zien. Maar die dienen een behoefte van die individuele hond op dat moment. En die hond doet het dus niet omdat die man denkt dat dat goed is. En wat ook belangrijk is, is om te realiseren dat op dat moment dat die hond dat gedrag aan het laten zien is, vinden er emotionele reacties plaats. Dus is er ook emotionele aandrijving voor dat gedrag. Dus ook als iemand met een koekje bezig is, wakker je emotionele reacties aan en ervaart de hond iets, past hij zich aan en overleeft hij binnen die omstandigheden. Nou, en als je goed naar deze tekening kijkt, dan valt het je misschien op dat ik ook mensenhersenen heb getekend. Die zijn een stuk groter dan die hondenhersenen. Maar die heb ik er heel bewust in getekend. Want wij mensen vergeten nogal eens dat wij ook zoogdieren zijn. Wij zijn ook complexe zoogdieren. En deze cirkel die je hier uitgetekend ziet, die vindt ook bij ons mensen plaats. Dus mijn advies om je even niet bezig te houden met belonen en straffen en goed of fout, heel eerlijk gezegd vind ik dat we dat ook moeten toepassen op mensen. Dus we zouden eigenlijk ook, als we naar menselijk gedrag kijken, niet zo moeten blind staren op wat goed is en wat verkeerd is en wat wel of niet mag. Nee, volgens mij kunnen we ons veel beter gaan bezighouden met wat ervaren die mensen nou eigenlijk? Wat ervaart dit individu? En wat zijn de behoeftes van deze mensen? Want net als honden hebben ook mensen hun eigen individuele welzijnsbehoeftes. Die natuurlijk aangepast zijn op de eigen diersoort, mens. Dus voor al die mensen die hard bezig zijn en zich echt proberen in te zetten voor het welzijn van honden, zou ik zeggen, pas al die ideeën ook vooral toe op mensen. En in mijn werk als deskundige op het gebied van welzijn en gedrag, ben ik eigenlijk altijd aan het zoeken van hoe kan ik zorgen dat het welzijn van alle diersoorten waarmee ik interactie heb, gewaarborgd blijft en waar mogelijk verbeterd kan worden. En je kan dit niet behalen als je niet stilstaat bij wat ervaren deze dieren? Wat ervaren de gezinsleden? Allemaal individueel. Wat ervaart de hond? Wat ervaren andere huisdieren? En je kan het ook niet zonder stil te staan bij welzijnsbehoeftes. Wat zijn de behoeftes van mensen? Wat zijn de behoeftes van honden? Wat zijn de behoeftes van deze individuele gezinsleden? Stuk voor stuk zoom ik daarop in. Alleen op die manier kun je echt iets bijdragen aan het welzijn van dieren. En ik probeer altijd om de dieren waarmee ik interactie heb te helpen om copingstrategieën te ontwikkelen waar gedrag uit voorkomt die hopelijk het welzijn van alle betrokkenen tegemoet komt. Want uiteindelijk zijn wij allemaal complexe zoogdieren die gewoon zo goed mogelijk proberen te overleven in de omstandigheden waarin we ons bevinden. Dus niemand is goed of fout of verkeerd of wat dan ook bezig. Nee, iedereen probeert gewoon zijn best te doen om te overleven en om zichzelf te voorzien in de eigen individuele welzijnsbehoeftes. Heel erg bedankt voor het kijken, dat je zo lang bij me wilde blijven. Mocht je nou meer willen leren, abonneer je dan op mijn kanaal. Dat zou ik echt super tof vinden. Of volg mij @hondelot. Tot de volgende keer.